Goedemorgen, het is 10:45. Ik word net wakker en ik ben echt nog super moe. Ik denk dat ik nog heel eventjes blijf liggen, het is toch zondag. Iemand is heel de tijd aan het timmeren of zo, aan het boren. En ik kan niet doorslapen, ik word gek. Zondagochtend, man! Oké, maybe a bit too much information, maar het is voor mij het feestje van de maand. I'm on my period, laat ik het zo zeggen. En om wat voor reden dan ook. Als er bloedvlekken in je kleding zitten of in je dekbed overtrek, krijg je dat er niet uit in de was. Maar mijn tip voor jullie is om dan op de vlek, leg je dan zout neer. En dan doe je daar overheen, doe je ijsklontjes. Met die ijsklontjes ga je zeg maar die vlek proberen weg te krijgen. En mijn kamer is zo'n zooi. Oh joh, en ik weet gewoon dat ik het vandaag echt moet doen, maar ik heb er echt geen zin in. Ik wil gewoon in bed liggen en eten. Het is bij ons binnen altijd zo ontiegelijk warm. Het is nu, ik weet niet of je het kan zien, 27 graden hier binnen. En als ik dan dit doe, hier, dan springt hij op 27 graden. Ik weet gewoon niet hoe je dit ingesteld krijgt, dat het gewoon kouder wordt. Het is, oh, ik trek het niet meer. Zo, ik heb net een make-up tutorial opgenomen. Mijn eerste, mijn everyday make-up look, zeg maar. En die ga ik even gelijk uploaden, of die ga ik op de laptop zetten. En dan ga ik hem gelijk even editen om te kijken hoe het allemaal ging. Misschien dat ik hem wel weer opnieuw opneem, omdat het niet is gelukt. Maar dan een andere dag. Ik heb geen zin om nu mijn make-up weer af te halen. Maar dat is dus wat ik ga doen. Dit shirt net gewassen, net gestreken. Ik trek hem aan, over mijn hoofd, niet opgelet, make-up vlekken erin, pak. Boodschappen doen met Antea. Ja, doe nu maar weg. Stop. We hebben zin in pannenkoeken, dus we gaan een mix halen. Pannenkoeken. Zo, we hebben boodschappen gedaan. Yum. Pannenkoekjes time. We gaan voor de biologische pannenkoekjes. Jamzo. Zo doen we dat. Moet je nog olie in de pan? Ja. Okay. Olie of boter? Ik weet niet, je hebt geen boter. Heb jij olie? Daar staat boter. Ik doe liever boter dan olie. Oké. Ik ben helemaal klaar met de pannenkoeken. Ik neem het wel even over. Oké. Go your game. De pancakes zijn klaar. Oh, jezus, er komt allemaal water vanaf. Oeps. Met spek en stroop. Kaas is het beste. She went for the cheese. We zitten echt mega vol van de pannenkoeken en Antea gaat zo terug naar de ouders, naar Zwijndrecht. En Femke is nog steeds in Ambacht, ook bij haar ouders. En ik heb net mijn make-up look filmpje geëdit en die ga ik zo online gooien meteen. Dus productief toch nog even op de late middag. Tenminste, het is 5:00 nu. Dus mijn video is aan het exporteren en dat duurt nog 40 minuten. Dus ik ga even lekker op de bank zitten. Oh, het was heel de tijd mooi weer. En ineens kijk ik naar buiten. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het regent zo hard ineens. Ja, het is wel... Ja. Ach, die arme man.
echt raar, want het is wel nog lekker. Maar kijk, ook dit. Je ziet hier die donkere wolken. En daar is het ineens weer blauw. Super vaag. Maar wel fijn die verfrissing. Anthea is nu naar huis en ze heeft me achtergelaten met deze zooi. Nee, ik ga even lekker alles opruimen weer hier. En dat is namelijk aardig nodig. En er is iets met het internet aan de hand ofzo. Want mijn video wil niet uploaden. Hij blijft maar op 4% staan. Het is heel raar. Jorik heeft honger, dus hij wil... Jij hebt ook gewoon honger. Tapas eten. Lekker, toch? Heb je geen zin in? Ja. En alsof je het niet leuk vindt. Je hebt het gewoon niet leuk. Hammetjes, hammetjes. Moet je opletten. Oh, doe dan. Ja, als je heel hard staat. Heb je hem er al afgehaald of zo? Hè? Ik weet het niet. Hij stond niet op het alarm dan. Ah nee, er nu is. Nou, hij gaat gewoon niet af. Kijk uit, kijk uit. Ja, je zegt toch hard? Ja, nu is hij af. Wat raar. Wat raar. De vlog af te sluiten. Ik kom thuis en had echt de ergste rugpijn ever. Dus ik ben in bed gaan liggen en gewoon meteen in slaap gevallen. Dus dit is het einde van de vlog. Ik ga gewoon, als ik straks weer wakker word, beginnen met een nieuwe vlog. Dus vergeet niet even een duimpje omhoog te doen als je deze vlog leuk vond. En je te abonneren op mijn kanaal. En ik ga even verder slapen. Slaap